Matties, missie tot wereldmacht. Aflevering 8. Wat hebben we al veel meegemaakt in deze serie, hè? Maar aan alles komt helaas een einde. En de volgende wedstrijd was tegen FC Groningen. En toen ik bij de opstelling van FC Groningen keek, zag ik dat Gennaro Zeefuik erin stond. En daar was ik natuurlijk totaal niet mee eens. Dus ben ik gewoon naar Zeefuik toegegaan. Heb ik aan hem gevraagd: jongen, waarom sta je opgesteld? Wat vindt Groningen nou echt van jou? Voor nummer te zwaar bij FC Groningen. No shit, Sherlock. Vind je zelf van niet dan? Ja, tuurlijk. Goeie zelfreflectie, man. Ja, tuurlijk. Ja, want ik zag je laatst bij de McDonald's zitten, man. Waarom nam je een McChicken? Het leek me wel wat, dus heb ik het gewoon gedaan. Doe je dat vaak? Ik blijf dit elke week doen. Jemig, jij bent dik, vriend. Jij bent vreedverslaafd. Ja, tuurlijk. Oké, ik wil een wedje met je leggen. Als jij weet te scoren, trakteer ik je op een Big Tasty menu. Grote. Deal? Ja, tuurlijk. Vind je een beetje op Romana lijken, of ben ik dan de enige? Ja, ze hebben het wel vaker gezegd. Oh, mooi. En dat belooft me toch een partijzieke wedstrijd te worden, jongen. En dan voel je al dat Amoah gaat scoren? What the fuck, voetbal jij nog? Ja. Waarom heb je dan een NAC-shirt aan in dit interview? Nee. Wel? Nee. Wel? Nee. Wel? Nee. Wel? Nee. Wel? Nee. Jawel toch? Nee. Hou jij eigenlijk van Big Tasties? Ja, tuurlijk. What the fuck? Jij hoort niet eens in dit interview. Bij het volgende moment is Mattie random aan het lopen. Hij dribbelt gewoon wat en in één keer glijdt hij op zijn bek. En dan vraag je jezelf af, pepperoni in je sokken of kook tussen je billen? Nou, wat is dat nou weer voor vraag? Nou, zoals ik het zeg? Ja, dus vind ik een belachelijke vraag, meen ik echt. Heb ik nog nooit gehoord. En als je kon kiezen tussen picknick met een IC of zwemmen met een PSV, hè? Met wie zou je dan frisbeeën? Ik vind het ongelofelijk deze vraag, meen ik echt. Daar kan ik me echt over opwinden. Vind ik echt niet normaal meer. Ik vroeg me trouwens ook nog af, hè. Zou er ooit een voetballer geweest zijn die tijdens een interview gewoon een banaantje bij zich heeft? Je bent een hele rare. Je vraagt een hele rare vraag. Nou, ik geloof niet dat er nog iemand is die mijn vragen serieus gaat nemen vandaag. Ik zak, jongen. Oh, vind je dat? Nou, fuck you, Mattie. Jij zit wissel de komende wedstrijd. Ah, nee. Meen je deze serieus? Oh, nu word ik echt fucking boos. Godverdomme. De volgende wedstrijd is tegen AZ. En AZ wordt in dit spel nog steeds getraind door Gert-Jan Verbeek. Gert-Jan, hou je eigenlijk van bananen? Nee, waarom? Omdat ze fucking lekker zijn? Ja, wat is nou... Wat wil je nou met dit interview? Nou, gewoon antwoord gewoon op mijn vraag. Nou, het was me aangenaam met jou in... Dank je. Oh. Fuck, ik moet nodig schijten, ouwe. Goedemiddag. Ja, meneer, ik moet echt om in hard poepen. Please, mag ik bij jou de wc gebruiken? Ja, kom binnen. En ja, zo komt dus deze serie tot een einde. Voor nu stopt Matties missie tot wereldmacht. Het is hem niet gelukt zijn missie te volbrengen. Maar wie weet, binnenkort doet hij een nieuwe poging, maar dan op Next Gen. Maar daarvoor moeten jullie voldoen aan één voorwaarde. Zie dit als het einde van seizoen 1 van Matties missie tot wereldmacht. Maar het kan terugkomen. Ik kan het bijna niet uit mijn mond krijgen. Maar bij 1000 likes op deze aflevering komt het terug. Wanneer ik mijn PS4 heb.
Ik ben benieuwd. Dit gaat er sowieso hard om spannen. Mocht je nou de hele serie met andere leuke hoogtepunten terug willen zien die niet in deze video voorbij zijn gekomen, kun je de hele serie terugkijken in de afspeellijst die in de beschrijving staat. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Laat een blauw duimpje achter. En tot ziens.